Jan Rooijakkers, voorzitter van de actiecomité Hoog Overijssel. Dat was even schrikken, vrijdagavond. De minister van Luchtvaart die wijzigt alle plannen en gooit alles overhoop. Ja, dat klopt. Was echt een schok. Hadden we niet verwacht op dit moment. Zeker niet zo vlak voor het algemeen overleg in de Tweede Kamer, plenair, aanstaande dinsdag, de 18e. Ja, mensen hebben nauwelijks de gelegenheid om van de schok te herstellen. Want wat wil ze? Nou, ze wil eigenlijk nu Lelystad Airport open met alle vliegverkeer wat je maar kunt bedenken. Vracht, post, lijnverbindingen, vakantievluchten, eigenlijk alle vluchten. Terwijl het duidelijk is afgesproken, en ook met de Tweede Kamer, dat Lelystad Airport er alleen maar zou zijn voor vakantievluchten over te nemen uit Schiphol. Zodat daar ook meer intercontinentaal verkeer zou kunnen komen. Dat was de uitspraak. Wat hangt ons boven het hoofd als dit doorgaat? Nou ja, dat is heel slecht te zeggen. De vrachtvliegtuigen zijn berucht omdat ze vaak heel veel herrie maken. Ook vaak 's nachts komen. Dat was ook een andere toezegging. Geen nachtvluchten. Nou, dat staat ook wel keurig in de regeling. Dus ik hoop ook wel dat dat doorgaat. Maar het feit dat er vrachtvluchten toegestaan zijn, wat altijd is ontkend door de minister. Het feit dat er lijnvluchten misschien kunnen komen, wat altijd is uitgesloten. Dat geeft veel te zeggen. En de minister heeft het sinds haar aantreden erover gehad dat ze het vertrouwen wil herstellen in de overheid en het vertrouwen in het ministerie. Nou, op deze manier is dat ver te zoeken. Aanstaande dinsdag wordt het behandeld in de Tweede Kamer, 3:30. Een oproepje om iedereen te mobiliseren? Nou, een behoorlijke oproep. Ik zou zeggen, neem de witte zakdoekjes mee. Je mag niet demonstreren in de Tweede Kamer, dus stop ze voorlopig in je zak. Maar er zal ongetwijfeld wel iets komen. We gaan geen boer roepen of spandoeken. Maar het is wel belangrijk dat er met veel mensen op publieke tribune zijn. Dat aanmelden, moet dat nog via een e-mail gebeuren of zo met de Tweede Kamer? Of kunnen we daar gewoon zo terecht? Nou, je kunt naar binnen. Kijk, als die vol is, is die vol. Zo is het wel, maar er kunnen heel veel mensen op. Dus ik zou zeggen, ben niet te benauwd. Je moet wel rekening houden dat je een legitimatie bij gevraagd kan worden. Meestal als publieke tribunebezoeker niet. Maar ja, je wordt onderzocht. Geen messen, geen vuurwerk en dat soort dingen meer. Gewoon normale voorschriften. En dan mag je binnen. Aanstaande dinsdag, 18 december, 3:30, Tweede Kamer in Den Haag, massaal komen. Zeker weten.